Ja, dit is een mooi moment. Dit is de eerste keer dat er een onbemand zeeschip in de haven van Rotterdam vaart. Een zeeschip, nou ja, doet vermoeden dat het een heel groot schip is. Dat is niet zo, maar natuurlijk wel bordevol met techniek en niemand aan boord en op afstand bestuurd. Dat schip dat vaart uit vanuit de haven en dat hele proces van uitvaren en het te water laten van de onderwaterrobot, dat wordt gecontroleerd vanuit de controlekamer op het land. En die controlekamer die kan overal ter wereld zijn, want we bedienen dat schip via de satelliet. Dit is innovatie, dit is veiligheid, dit is duurzaamheid. Het komt allemaal samen en dat verwelkomen we graag in de haven van Rotterdam.